Op 19 november wordt wereldwijd Toilettendag gevierd, ook in Suriname. Verschillende internationale organisaties, waaronder UN Water, de World Health Organization, de Internationale Arbeidsorganisatie en de Water Supply and Sanitation Collaborative Council, pleiten voor de op natuur gebaseerde oplossingen voor de sanitaire en watercrisis. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kracht van ecosystemen. Volgens Ricky Stuttgart, voedseltechnoloog, heeft de Wereldtoiletorganisatie in 2001 deze dag uitgeroepen tot een internationale dag. Het doel van deze dag is om de verantwoordelijke overheidsinstanties en het bedrijfsleven erop te wijzen dat het van eminent belang is dat ze een bijdrage leveren om de sanitaire crisis die er heerst te stoppen, benadrukt Stuttgart. Het is namelijk zo dus dat in de hele wereld, ook in Suriname, komen er plekken voor, plaatsen voor, waar die watertoilet, waterklosser die wij kennen, er niet is. De consequentie daarvan is, en als we kijken dus naar Suriname in het jaar 1900, dan ga je zien dus dat infectieziektes, wormen, doodsoorzaak nummer 1 is. Met de komst van watertoiletten, met de komst van hygiëne, is dat aardig gedropt. Dus in eerste instantie is het zo dat deze dag moet benadrukken dat we op een hygiënische manier, op een sanitaire manier, af moeten komen van onze ontlasting en urine. Want we weten dus dat er allerlei dingen als bilharzen erin kunnen voorkomen. En als je dus overal je behoefte doet, dan heb je een situatie waarbij we dus elkaar gaan besmetten met alle gevolgen van dien. Stuttgart zegt verder dat door de toename van het aantal wc's en toiletten de doodsoorzaak nummer 1, namelijk infectieziekten door vormen, aardig is afgenomen en helemaal niet voorkomt in de top 10. Dat is het voordeel van het hebben van toiletten, zegt Stuttgart. Tegelijkertijd wil ik zeggen, omdat ik dus ook het binnenland heb gezien, dat er nog heel veel plekken zijn waar er een sanitair veel te wensen overlaat, waar eigenlijk er geen goede rioleringssysteem is voor de toiletten. Het is namelijk zo dus dat een heleboel mensen gaan dood vanwege het feit dat we onhygiënisch zijn of dat we onvoldoende hygiënisch zijn. Dus we krijgen allerlei, bijvoorbeeld diarree, krijgen we doordat we dus naar het toilet gaan, onze handen onvoldoende wassen. En dan aan eten levensmiddelen komen. En daardoor infecteer je jezelf en je infecteert anderen. En onderzoek heeft aangetoond dus dat alleen bijvoorbeeld het onvoldoende wassen van de handen jaarlijks 500.000 kinderen jonger dan 5 jaar doodgaan. Aan aandoeningen die daaraan gerelateerd kunnen worden. Tot zover Ricky Stuttgart, voedseltechnoloog. Hij sprak over het belang van een goede hygiëne in het kader van Wereldtoilettendag, die afgelopen zondag is herdacht.